De stichting Global Human Rights Defense Amazone, GHRD Amazone, maakt zich sterk voor de inheemse van het dorp Kalebaskreek aan de Koppename rivier. De voorzitter van de Amazone werkgroep Diana Flet kreeg tot haar schrik van de kapitein van Kalebaskreek te horen dat ze per dag slechts een paar uurtjes stromend drinkwater en elektriciteit hebben. Flet heeft op haar beurt vanwege haar netwerk een fundraising opgestart voor het dorp om ze te voorzien van solarpanelen voor de stroomvoorziening. Wij willen, zoals ik al vertelde, wij willen toch ervoor zorgen dat er schoon water kwam voor de dorpen. Maar ook solarprojecten. Een solarproject met, we hebben genoeg zon in Suriname. Dus waarom zouden wij geen energie kunnen tappen? En met het energie kunnen de mensen, dus, of tenminste de kinderen, kunnen daar gebruik van maken. En hoe gaan wij dat doen? Wij zijn van plan om dus geld te genereren. En aan de hand daarvan willen wij dus die projecten gaan opstarten. We hebben al gesproken met enkele investeerders die het bedrag zullen willen of willen gaan, gaan verdubbelen. En ons tweede plan is dan ook met wat ingenieurs in gesprek te gaan om dit te gaan realiseren. Flet heeft minister Albert Jubitana van TCT benaderd voor het onderdeel van ecotourisme in het gebied. De bewindsman gaf aan dat hij dit initiatief toejuicht. Flet is van mening dat het project een duurzaam karakter moet hebben en dat de bewoners zelfvoorzienend moeten worden. Wij kunnen wel natuurlijk allerlei hulp aanbieden. De zogenoemde dozen die wij naar Suriname toesturen, maar dat vinden wij niet innovatief. De bedoeling is wel dat wij innovatieve projecten gaan ondersteunen, zodat men, wat ik ook al hiervoor aangaf, is dat men wel onafhankelijk moest gaan worden. Ja, ik sta helemaal erachter. Ik heb ook de internationale organisaties opgeroepen om één, dat ze worden voorzien ook van de juiste informatie, want het is belangrijk, de situatie van het dorp. De details ken ik niet helemaal uit het hoofd, maar we hebben meer gesproken over de zaken die daar echt ertoe doen. Water, ik denk water is een uitdaging, gezond, schoon drinkwater. En daar zijn ze dus mee bezig. En wij moeten hier verder aan de slag om te kijken, of niet te kijken, om te plannen en uit te voeren hoe we dat op korte termijn kunnen gaan uitvoeren. Maar dat is ook in samenwerking met het ministerie van NH. Dat is resorteerd onder het beleidsgebied van NH. De Amazone werkgroep hoopt dat de fundraising binnen een paar maanden het gevraagde bedrag heeft kunnen opbrengen. Zodat er een groep naar Suriname kan afreizen om zich te oriënteren.